Hoi, leuk dat je kijkt weer naar een nieuwe vlog van Opzouten. En zoals je ziet heb ik nog steeds mijn baard. Wat ik aan de ene kant wel erg fijn vind. Maar wat ook betekent dat ik nog niet zo heel veel abonnees heb. Om precies te zijn, zit ik nog 42 abonnees verwijderd van verwijdering. Dus lijkt het je leuk? Abonneer je dan. En mijn vrouw zal je dankbaar zijn. Ja, daar is hij weer. Vlog 4 alweer. Leuk dat je kijkt. En ik heb iets heel gaafs, vind ik zelf. Toen ik zag dat deze mevrouw bezig was met het schrijven van een boek, toen was ik al hartstikke benieuwd. Maar nu ik hem in mijn handen heb, vind ik het alleen nog maar veel leuker. Dit is een kinderboek. Wonderlijke verhalen uit het Sleutelbos. Geschreven door Anke van der Pol. Uitgegeven bij Ark Media. En ik wil je echt aanmoedigen om dit boek te gaan halen voor jezelf of voor je kind of voor je nichtje, je neefje, je buurjongetje, buurmeisje. Want het bijzondere hieraan is, behalve dat het echt te gek geschreven is, dat het hele waardevolle verhalen zijn. Maar wat ik vooral leuk vind als tekenaar, want ik ben natuurlijk tekenaar. Boek en ei, ik kijk naar jou en jij naar mij. Boek en ei, Afianen op de rij. Ja, onder andere daarvan, maar ook nog van andere dingen. Wat ik zo bijzonder vind aan dit boek, is dat de plaatjes er nog niet in staan. En het is heel erg gaaf voor kinderen om ze dus zelf erin te tekenen. Om ze vervolgens ook heel trots te laten zien aan opa en oma. Of erover te vertellen, op school misschien wel. Maar het zijn hele goede verhalen met hele diepgaande betekenis daarin. En het is natuurlijk ontzettend leuk voor een kind om je fantasie zeg maar, te prikkelen en zelf de tekeningen erbij te maken. Ik heb er ook een tekening bij gemaakt. En ik wil je laten zien hoe dat gegaan is. Het wonderlijke verhaal van Anne, de broodjesverkoopster. De zeeman met de dikke donkerblauwe trui staat in de rij voor een broodje. Hij houdt van de geur van het vers gebakken brood, maar hij houdt nog veel meer van Anne. Anna is de dochter van de bakker en zij verkoopt de broodjes. Ze heeft twee lange vlechten en is het mooiste en vrolijkste meisje dat hij kent. Anna vindt de zeeman stoer en lief tegelijk. Hij ruikt naar de woeste golven. Zijn ogen zijn prachtig blauw, net als de zee. Als de zeeman aan de beurt is, gaat hij op zijn knieën en vraagt aan Anna: Anna, wil je met me trouwen? Ja, natuurlijk, roept Anna stralend. Ze geeft de zeeman een dikke knus, een knuffel en een kus tegelijk. Eerst moet ik nog wel een paar weken varen, zegt de zeeman. Maar als ik terugkom, dan gaan we trouwen. De weken vliegen voorbij. Anna is erg blij. Ze koopt een mooie, witte trouwjurk van Kant. En haar vader heeft een prachtige bruidstaart gemaakt. Want nog één nachtje slapen en dan zal Anna haar zeeman weer zien. De volgende ochtend doet Anna mooie bloemen in haar haar en ze wacht de hele dag in de haven. Maar haar zeeman komt niet. Verdrietig gaat ze naar huis. De volgende dag staat ze weer te wachten, maar ook dan komt hij niet. En de dagen daarna ook niet. Na een week wachten is Anna niet alleen verdrietig, maar ook woedend. Misschien heeft haar zeeman in een ander dorp ook een broodje gekocht en is hij verliefd geworden op een ander meisje. Anna is zo teleurgesteld en woest dat ze een hele boze, gemene brief schrijft, met daarin allemaal lelijke woorden over de zeeman. Haar brief begint met: gemene, bange banaan. En ze eindigt met: je mag nooit meer een broodje kopen in onze bakkerij. De brief stopt ze in de brievenbus voor zeemannen. Om de zeeman te vergeten, verscheurt ze haar trouwjurk en geeft ze de prachtige bruidstaart aan de hond. Zo, dat was dat. Er gaan maanden voorbij. Anna verkoopt nog steeds broodjes, maar zo vrolijk als daarvoor is ze niet meer. Op een dag is Anna weer vroeg in de bakkerij. Het ruikt er heerlijk naar vers gebakken speculaas. Hoewel het nog vroeg is, komt er toch al een klantenwinkel binnen. Het is een man met een flinke baard en hij draagt een vieze, dikke, donkerblauwe trui. Hij heeft een bos bloemen in zijn hand. Anna kijkt nog eens goed. Ze ziet zijn ogen. Die zou ze uit duizenden herkennen. De ogen die lijken op de kleur van de zee. Ze haalt diep adem en ruikt de woeste golven. Dit is haar zeeman. Hij is teruggekomen. Anna wordt bang, blij, boos en verdrietig tegelijk. Ze stamelt:
Waar ben je al die tijd geweest? Ik dacht dat je met een ander was getrouwd. We kwamen met ons schip in een storm terecht. De golven waren zo hoog dat het schip als een luciferdoosje op zee dobberde en het zeil scheurde. Het heeft weken geduurd voordat we het zeil hadden gemaakt en we weer terug naar de haven konden varen. En nu ben ik hier om nogmaals te vragen of je met me wilt trouwen. Anna wordt bleek. Maar ik heb je een brief gestuurd waarin ik allemaal lelijke dingen over je heb geschreven. Ik noemde je zelfs gemene bange banaan. De zeeman die antwoordt vriendelijk. Ik heb de brief gelezen en daarna heb ik hem in het midden van de zee gegooid. Daar waar de zee het diepst is. Die brief, die bestaat niet meer. Anna, ik houd van jou. Met jou wil ik opnieuw beginnen. Anna kijkt hem stralend aan en roept: jij bent mijn zeeman, mijn held. Natuurlijk wil ik met je trouwen. Ik moet alleen nog wel een nieuwe jurk kopen. De zeeman die loopt naar Anna toe en geeft haar een grote knus. Een paar weken later is het zover. Anna die trouwt met de zeeman. Haar vader heeft de mooiste bruidstaart van de hele wereld gemaakt. Een taart van wel 5 lagen. Met bovenop een bruid met 2 vlechten en bloemen in haar haar. En een zeeman met een blauwe trui en ogen met de kleur van de zee. Ja, dit is hem dus geworden. Onze zeeman in zijn blauwe trui, die de brief met gemene bange banaan diep in de zee gooit. En het mooie is ook dat achter in het boek laat Anke zien door welke bijbelteksten zich heeft laten inspireren om dit prachtige verhaal te schrijven. En die staat in Micha. En ik zal het even snel voorlezen. U zult opnieuw medelijden met ons hebben. U zult onze zonden vertrappen onder uw voeten. Ja, u zult ze allemaal in de allerdiepste zee gooien. Gaaf, hè? Dat is echt waar. Ja, en dan op diezelfde bladzijde stond ook nog, even kijken hoor, die kant op, nog dat ik de bruidstaart kon tekenen. Dus dat heb ik ook gedaan. Tada! En weet je wat er nou zo leuk lijkt? Dat dit verhaal, zeg maar, doorgegeven wordt als het ware. Nou zijn er in Nederland genoeg goede illustratoren, tekenaars, creatieve mensen. Waaronder Thijs C. Jansen van geloofskunst.nl. En dan lijkt het me leuk, Thijs, als je kijkt, dat ik deze, even kijken hoor, dan ga ik hem zo uit beeld, ja, zo, heb je hem? Ja, aan jou doorgeef. En dat jij ons dan laat zien hoe jij een mooie tekening maakt in het boek. Dat je ook een illustratie, een verhaal uitkiest en dat illustreert en ons laat zien hoe prachtig je dat doet. En dat je vervolgens het boek ook weer doorgeeft aan weer een andere tekenaar. Zodat het doorgaat. Als je dat zou willen doen, dat zou te gek zijn. Ja, dat was hem. Vlog nummer 4. Bedankt dat je gekeken hebt. Vond je het nou leuk? Waardeer het dan met een duimpje. Abonneer je. Deel het. En dan zie ik je heel graag volgende week weer terug bij een nieuwe vlog. Afstand.